We gaan samen bidden opdat jij die andere persoon of personen kan vergeven. Hoe moeilijk het ook is. Vergeven betekent niet dat je goedkeurt wat anderen heeft gedaan. Maar het is juist van jouzelf. Want vergeven maakt jou vrij. Doordat jij jouw pijn, verdriet en al die gekwetstheid die binnenin jou is, in de handen van God, van Jezus legt en het daar laat. En het zijn zaak is. En daarom gaan we samen bidden dat jij dit nu zal doen. En dat je tot volkomen overgave mag komen. En ik wil vragen of jij een handeling van geloof wil doen door jouw hand naar mij uit te strekken. En dan strek ik mijn hand naar jou uit en bidden we in Jezus' naam. Heer, u weet wat het is om pijn te hebben. Om gekwetst te zijn wanneer mensen je kwetsen en pijn doen. Ze hebben u geslagen. Ze hebben een doornenkroon op uw hoofd gezet. Ze hebben uw rug de ploeg. Ze hebben u misdaan terwijl u het helemaal niet verdiend had. Want u ging rond. Goeddoende, genezende allen die door de duivel overweldigd waren. En toch deden ze u dit alles aan. En u bad het ook zo. U zei vergeeft hen. En zo bidden wij ook vandaag samen. Dat u degene die met wie ik nu bid zal helpen, kracht zal geven om nu datgene wat zo pijn, die persoon, nu zal overgeven in uw handen en zal loslaten. Ik bid dit en ik vraag dit, Heere, dat die persoon het nu zal doen vanuit het diepste van zijn en haar hart. En u zegt laat los en je zal losgelaten worden. En nu dat je dit gedaan hebt en overgegeven hebt in de handen des Heren, mag je ook weten dat het jou zal loslaten. Dat je verder mag gaan met jouw leven en degene of de personen nu een zaak des Heren is en niet langer meer jouw zaak. Laat het los, ga verder met leven, ontvang de blijdschap, de vreugde, de kracht des Heren en ontvang een blij leven. In Jezus' naam. Amen.